De Megakermis keert deze week terug in Arnhem. Woensdag start de kermis, die te vinden is op de parkeerplaats bij de hoofdingang van het Gelderdoom. Hoe is het weer om bezig te zijn met de kermis? Ja, hoe het weer is, het is natuurlijk weer van ouderwets. Hè. Lekker bezig zijn, de attracties opbouwen. Eigenlijk weer onder elkaar, we zijn weer bij elkaar, we zijn weer ons vak aan het uitoefenen. Ja, hoe lang hebben jullie stilgelegen? Wij hebben stilgelegen bij elkaar 19 maanden. Heeft u zelf ook een attractie? Ja. Ik sta hier met de Reactor en mijn zoon staat daar met de Future Dance. Dus ja, en dit is weer nieuw voor Arnhem. En we zijn natuurlijk van de week beginnen op te bouwen. Nou, deze zijn nou allebei klaar en nu gaan we een beetje alles nog even checken en wat schoonmaken. En dan zijn we er klaar voor aanstaande woensdag om open te gaan. Is het veel werk om alles op te bouwen? Ja, het is wel weer even wennen. Het is, weet je, normaal zit je in een ritme natuurlijk. En dan is het allemaal, maar nu is het weer eventjes allemaal even nadenken hoe en wat. Maar... Ja, alles is veel werk, maar voor ons is het gewoon een hobby, is een groot woord, maar je bent gewoon met je vak bezig. Dus. Ja. En wanneer gaan jullie open? Woensdagmiddag om 1 uur. 1 uur. Verwachten jullie veel drukte, veel mensen? Ja. Ik bedoel, luister, als je kijkt wat voor kermis hier staat, voor Arnhem en eigenlijk voor Nederland, dan denk ik eigenlijk wel dat een hele grote aantrekkingskracht heeft op de regio. Ja. En dat ik eigenlijk iedereen adviseer om zeker te komen kijken. Welke coronaregels leven nog op deze kermis? Ja, wij zijn eigenlijk nog gewoon met afstand houden, handen wassen. Dat doen we eigenlijk een beetje en alles goed schoon houden. Kunt u ons iets vertellen over deze attractie? Nou ja, dit is de Breakdance Future Dance. Is eigenlijk een machine die nog steeds in de top 3 staat van de jonge lui. Eigenlijk is heel erg gewild. Ja, zoals je hier ziet, hier staat... Around the World XXL, eigenlijk een unieke situatie dat we zo'n attractie hier hebben staan, is een zweefmolen, gaat 80 meter de lucht in, dus ja, is een primeur hier voor Arnhem.